guys. Het is weer een andere dag in Turkije. We zijn nu al 4 dagen. Op is jarig. En Cyril is jarig. Doe hiep hiep, hoera. Ja, ja, dus Cyril is jarig. En dan gaan we ook wel wat leuke dingen doen vandaag, neem ik aan. Maar als eerst gaan we lekker ontbijten. Oké, ik heb nu dit aan. Lekker en simpel shirtje. Beetje voorzichtig. Zit een broek met mooie bloemetjes. En gewoon slippers. En dan gaan we nu ontbijten. Het is nu echt te vroeg voor leven, maar ja. Joyce zegt doei doei. Doei doei. Doei. Nou, ik loop nu door het restaurant heen. En ik ga even lekker wat eten halen. Ik ben wel echt kapot. Ik kon niet echt goed slapen gisteravond. Waardoor ik niet echt goed heb kunnen slapen. En nu ook echt vet moe ben. Maar je hebt hier echt heel veel eten. Dus je kan eten. En ook heel veel lekkere hapjes. Zoals je hier ziet. En het buffet is echt dan groot. Dus ja, ik ga wat pakken. En dan laat ik wel zien wat ik eet. Nou, ik heb mijn eten al gehaald. En jij bent ook al lekker aan het eten, hè? Ik moet eten pannenkoeken. Ja, ja. Nou, ik heb ook pancakes gehaald. Ik weet eigenlijk niet wat dit is. Broodje met ei en een tosti zelfs nog. Heel broeien allemaal op mijn bord. Maar ja, ik ga nu even eten. En we gaan zo meteen naar het zwembad, toch? Gaan we zwemmen dan, Joe? Ja. Nou, dat is goed. Ik zie jullie dan. We gaan nu met z'n allen naar het zwembad. Joe is heel blij en hij loopt heel enthousiast voor ons. Joe, waar ga je naartoe? Gaan we zwemmen? Ja. Ja, we gaan lekker naar het zwembad. We gaan nu naar jouw soort van kinderbad met kinderglijbaantjes. Je kind is misschien pas 1 jaar oud, maar hij is in de grote glijbanen geweest. Voor eigenlijk de volwassenen. En zelfs de hoogste heeft hij gedaan en hij vond het allemaal maar prima. Joe, kom. We gaan naar het glijbaan. En nou, we gaan naar het zwembad. Kom dan, Joe. En ja, het is een beetje het resort. Gisteren heb je het, of zou ik zeggen, in een andere vorige vlog heb je het misschien al gezien. Maar dit is hoe het er een beetje uitziet alles. Echt heel mooi. Alleen de zon schijnt niet echt vandaag. Dus ja. Maar ja, we gaan nu zwemmen, hè. Gaan we zwemmen? Ja, oké. Okay. Is goed. Doei. Ik heb net gegleden met Joa. Hier zo bij het zwemparadijs. Ik zal zo weer verder filmen. Gaan we even alweer leeg. Maar ja, we gaan zo naar de hotelkamer. Dus ja, dit is het zwemparadijs. En ja. Yeah. Very nice. En ik heb kapot vaak gegleden met Joa. Hè? Vond je het leuk? Ja, hè? Glijden? Nee. Ja, mooi, hè? Nee. Vind je mooi, hè? Is goed, doei! Goed dan! Doei! Nou, we zijn nu even in een restaurant. En we gaan even eten, of we zijn nu aan het eten. Ik heb deze wafel gehaald. En je hebt mooi uitzicht op de strand. Mij ook. Dus ja. En ja, dan ga ik even lekker genieten. En nu hebben we ook allemaal even eten. Ja, ja. Maar is goed. Dan ga ik even genieten, hoor. Zie je zelf? Zo omhoog, zo. Ja. Ja, goed zo. Zeg maar hoi. Hoi. Zeg, ik ben Joa. Hoi. Joa, ja. Hoi, Joa. Zeg maar, ik ben aan het vloggen. Vloggen. Kijk uit. Zo. We lopen nu lekker naar het andere zwembad. Ik ben hier met mijn nichtje Doreen. Doreen. Hey. En ja, we gaan daar naartoe. We zijn nu lekker bij het strand. Of aan het strand. Weet je waarom we daar naartoe gaan? We krijgen echt raar. Wat krijgen? Ja, het zoute water. Ja, er is zout water. En dat doet een beetje pijn bij mij en bij mijn nichtje. Dus ja, en hier heb je ook het hotel, by the way. Ik weet niet of je het ziet. Maar hey, ik heb een nieuwe stand gevonden. Die echt al 5000 jaar moet tellen op mijn camera zit. Waardoor het nog scherper is, though. Maar ja, we gaan nu naar het andere zwembad.
En dan ga je daar chillen. En dan zou ik wel even filmen. Maar kijk even hoe mooi. Kijk even hoe mooi. Dit is gewoon paradise. Paradise, guys. Paradise. Lekker aan het water. Je weet, man. Hè, Dorien? Ik ga stuk. Ik ga lekker staan. Ik ga erop. Oh, dit is echt leven, jongens. Dit is leven. Dit is het leven. Kijk het mooie hotel. Terug naar beneden. Er is waterkracht, ik kan er niks aan doen. Ja, yeah, man. Oh, lekker. Dat is lekker weten. We zijn lekker aan het chillen. Yes. In het water. Oh, heerlijk. Oh. Met mijn moeder. Yes. Eh? In Turkije. Zo zei je dat vroeger. Ja. Turkije. Eh? En hier is Joa. Ja, wat ben je mooi. Ben je lekker aan het spelen? Ik ben zwemmen, jongen. Oh, nee. Oh, tjee. Hij is aan het drinken, Lu, zeg je dat? Nee, maar niet drinken, is ba. Is ba, hè? Is ba water. Nee, is goed, ik zal weer gaan. Je ziet me al genieten, lekker zwemmen, jongen. Ik ga half mijn gezicht onder water niet zien, maar oké. Is goed. Ik zie jullie zo weer. Ik ga even genieten. We lopen nu even richting de glijbanen. We hebben net even gezwommen in het grote zwembad bij het hotel. En als je wat verder loopt, kom je dus bij de glijbanen hier zo. En de kermen. Dus daar gaan we nu even naartoe. En dan ga ik even filmen in de glijbaan, joh. Even kijken hoe het eruit ziet. Lego 3, trekken. Ja, ja. Oké, daar gaan we. Lego in de glijbaan. Ai, ai, ai. We gaan vet snel, man. Even dutje en dan gaan we even naar het andere deel van dit resort. Want je hebt meerdere hotels en zwembaden, dus dan gaan we even naar het deel waar we nog niet zijn geweest. Maar is goed, peace out. Nou, ik weet niet waarom het zo overbelicht is, maar ik ben nu weer wakker. En dan gaan we lekker zwemmen, door. Want mijn nichtje wil heel graag zwemmen. Dus ik ga lekker zwemmen met mijn nichtje. So let's go! Yes. Ik lig hier dus nu te chillen. Ik ga misschien zo zwemmen en we zijn nu bij het andere deel van dit hotel. Want ja, dit hotel resort is heel erg groot. Je hebt dus het hoofdhotel. Dat zie je achter, maar ik denk niet dat je dat kan zien. Dan heb je nog een paar kleine huisjes met eigen zwembad aan het water en zo. Voor jezelf. En dan heb je dit waar wij waren verkeerd geboekt. Waar ze ons eerst hadden gezet, terwijl we daar niet voor hadden geboekt en niet voor hadden betaald. En dat is dit deel. Ook echt heel mooi eigenlijk, maar zoals je in de vorige vlog zag, was dat niet wat normaal betaald en niet wat de bedoeling was om te payen. En toen kregen we die kamer. Maar ja, het is best wel mooi hier zo. Dus ja, maar is goed. Oké, ga lekker chillen, jongen. En
Ik zie jullie waarschijnlijk zo. Misschien wel even zo. Nou, oké, we zijn even naar het andere deel gelopen van het zwembad. En we zijn nu hier dus. Ja, ik kan het niet echt zien, maar ik ga even mijn nichtje filmen. Ga maar. Ja, daar gaat ze. En daar komt ze uit. Yeah. Oké, we zijn dus nu hier. En ik zit nu in een soort van hunnebedje. Zo, dit eigenlijk. Maar dan hier. Zo ja. We gaan zo eten. Dan ga ik me even omkleden. En dan gaan we met z'n allen eten. En ja, dan gaan we dat doen. En er is vanavond een speciale dinner. Een kerst. Nou, voor mijn kerst. Een gala dinner. En er komt vuurwerk en al die dingen. En echt heel leuk en zo. En er is ook een kermis. Gaan we waarschijnlijk ook nog naartoe. Maar is goed. Zie jullie zo dan. Oké, we gaan nu eten. En dit is mijn outfit wat ik aan heb. Simpele shirt. Ik kan mijn broertje huilen beneden. Maar oké, we gaan. En lekker genieten. En dan je ziet de rest wel buiten. Zoals ik al vertelde, was vandaag een special night met special dinner en ja, dit is hoe het eruit ziet, dus het is heel druk. Normaal eten we dus niet buiten, dus altijd binnen of aan het begin van het restaurant. En nu is het door het hele zwembad door hier zo, bloemen in het water, dus echt heel mooi gedaan. Allemaal eten buiten. Ik weet niet wat het is vandaag, maar is het een feestdag? Zou ik eigenlijk weten, man. Ja, ja, Sriu, die is jarig, dus mijn stiefvader, maar hij is ziek. Echt jammer. Maar ja, we moeten er toch nog wel iets van maken, hè? We gaan er zeker iets van maken. Het is vervelend voor Sriu, maar ja. We zitten hier gezellig met z'n allen. Maak een mooie foto van de ja. Is goed, ik zie jullie zoals we eten hebben. Oké, dit is wat we tot nu toe hebben gepakt. Ja. Het ziet er heel lekker uit. Ja, ik ga gewoon even kijken denk ik, naar het eten. En je hebt de jarige Job, Sriu. Yes, helaas ziek is. Een beetje ziek, maar oké. Okay. Oh, Jar vindt het niet leuk meer. Je hebt wat eten. Oké, Joe. Laat het maar bij zijn vader. Nou, hij wil bij papa. Ja, kom gezellig naast mama zitten. Dat ik voor mijn moeder hou. Dus ja. Nee. Ik heb een nieuwe voor hem. Oh, we gaan even eten, het is heel druk. Maar ja. Is goed, doei. Nee, ik mag toch eigenlijk niet drinken. Het gaat je volle steek. Hoe kerst dan? Het is met alcohol eigenlijk. En net hadden ze me tegengehouden, maar hey, ik ben bijna 18 hè. Nog een half jaar. Oh, lekker man. Dit is alles warm. Ja, maar het is amper alcohol eigenlijk. Nee, het is echt lekker. Een soort van cocktail met groenten en eten. Dat ga ik even chappen. Ja. Hallo! Ik ben... Een beetje aangesloten. Ik heb net zo'n pom drank gedronken of zo. Ja, het is een speciale avond, dus je hebt een hele evenement buiten en allemaal dingen. Ik weet niet of je het podium daar ziet. Hè? Ik begint zo keihard dansen daar zo, dus dat was wel even fat toe. Moet ik nog eens halen? Ja! Nog een meloentje halen? Ik weet echt niet of meer, Joa, nog vanavond, meer? Maar ik vond het echt een leuke dag vandaag sowieso. Dat is echt chill. Ja, lekker water drinken. Een beetje aangeschoten. Huh? Ga jij weer dansen, Joe? Het is voor die grote mensen. Het is een beetje... Ben je dronken? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Nou, we gaan.
Het was weer een mooie dag. Ik ben vet moe. Ik vind dit licht zo lelijk, dus ik wil lekker zo. En ik zie jullie in de volgende vlog. Ik ben zo moe. Het was echt een lange dag. Een uurtje gebit tussendoor. En dan kon die avond ervoor niet goed slapen. Maar ja, thanks for watching. Like, subscribe, share als je het allemaal leuk vindt en allemaal wilt doen. En I see you in the next vlog video. En ja, ik geniet nog van mijn verblijf hier. Peace out.